Guus Joppen. Guus is een van de routiniers van Helmond Sport. Deze sympathieke kerel heeft al heel wat wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Op het moment vertoont hij zijn kunsten in de Keukenkampioendivisie. Vandaag zijn we in het Solar Unie Stadion om te kijken hoeveel Guus weet over het afgelopen seizoen. We gaan hem vragen stellen over gebeurtenissen en statistieken van dit seizoen tot nu toe. Het zullen 10 vragen zijn. Voor elk goed antwoord krijgt hij een punt. Zal er een goede score worden neergezet en is het een toffe kerel? We gaan het zien. Leuk dat je kijkt naar Welke Prof is Tof. Ja, we beginnen met de eerste vraag. Hoeveel punten hebben jullie dit seizoen gehaald? Ja, dat is een goeie. Niet al te veel in ieder geval. Wat was dat? 16? 17. Wat was jullie grootste overwinning dit seizoen? De grootste overwinning? Die waren niet heel groot in ieder geval. 2-1 Dordrecht, 1-0. Een van die twee. 3-1 tegen MVV. Nee, thuis ja, 1-0 achter. Ik kreeg een roodje. Ja. Wat was de uitslag van jullie laatste wedstrijd? 3-1, heb ik niet gespeeld. Dat was thuis Dordrecht. En die verloren wij 2-1. 1-1. Ja, 1-1. Kijk. In welke positie zouden jullie staan als je alleen kijkt naar uitwedstrijden? Uitwedstrijden? Ik denk nog steeds laatste. 18. Heel veel beter. Wat is de gemiddelde leeftijd van jullie team? Dan mag je 0,3 van afzetten. Dat is altijd het moeilijkste. Ja, gemiddelde. Maar een paar boven de 30. Ja, en een paar jonkies. Zo, dit is lastig. Ik zeg 21, 8. 25, 3. Zo oud nog? Ja. Wie heeft dit seizoen de meeste doelpunten gemaakt voor jullie? Snapvangers? Ja. Is goed. Hoeveel jullie kaarten heeft Ferry direct gepakt dit seizoen? Minimaal 5. Nou, ik weet niet of hij er nog eentje gepakt heeft daarna. 6. 5. Hoeveel kaarten heb je zelf gepakt gezien in 2012 al? Kaarten. Eerste wedstrijd was al 2 keer geel en rood. Ja, telt dat 3 dan of telt dat als 1? Nee, de gele kaart is goed. Dat telt wel als 2 kaarten. 2 keer ja, 2 gele. Ja. 5? 4. Maar tellen die de eerste dan als 2? Ik weet niet hoe ze dat tellen, denk ik wel. Ja, normaal die tellen normaal niet, zeg maar. Ja, dat was geen vraag voor. Nee, oké. Okay. Ja. Wie heeft de meeste assisten gegeven? Meeste assisten? Daar heb je heel veel gescoord. Dan zou ik ook swingen? Kiebouw swingen? Ja, ik zat hier. Jongen. Wie heeft op dit seizoen een rode kaart gepakt? Ik. Ja. Ja, hoe vaak heb je dit seizoen gelijk gespeeld? Laatste vraag. Drie keer gewonnen. Nou, 8 keer gelijk. Ja, dat klopt. Dat klopt. Hoe komt dat je toch relatief veel gelijk spelen? Ja, omdat het heel vaak net niet was. En dan wonnen we een wedstrijd bijvoorbeeld net niet, of we gaven meer weg op het einde. En, ja. Hetzelfde als we komen vaak gelijk in spelen, maar we hebben ook heel veel weggegeven nog. Dat we met 2-1 verliezen op het laatste moment. En we wisten hem ook net niet over de streep te trekken bijvoorbeeld. Ja. Is het dan ongeluk of meer de laatste paar minuten? In het begin denk ik ongeluk, maar uiteindelijk is het denk ik gewoon kwaliteit tekort. Ja. En dan waren de vragen. Je hebt even kijken, 3 vragen goed. Ja, top. Oh, je hebt allemaal die twijfelvragen. Ja, een paar dat je niet zat te twijfelen. Het zijn nog minstens 5. Ja. Met die gele kaart. Ja, ik dacht verder. Ja, die had best snel had hij daar 5. Toen was hij gescoord. Ik denk ja, het zou vast kunnen dat hij nog een keer gepakt heeft. Don't be offside, be onside.
De vragen zijn gesteld en de score is genoteerd. Daarom gaan we nu over naar de challenge. De vaste challenge bij Welke Prof is Tof is het volgende. De speler moet zoveel mogelijk rondjes rond de middencirkel volhouden te hoog houden. Wie op het eind van dit seizoen de meeste rondjes of afstand heeft afgelegd, krijgt een extra bonuspunt bovenop de goed beantwoorde vragen. Ja, matig. Had misschien beter gekund, maar hij zat het overal net iets naast. Ja. Dat is toch jammer. En bijna een rondje hoog houden. Ja. Beetje vermoeid voor heel de week. Morgen een wedstrijd, dus ik denk pak maar rust. Precies. Ja, baas, bedankt voor meedoen. En dan zien jullie de volgende keer weer. Don't be offside, be onside. De tussenstand ziet er als volgt uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende.